Mannekes, mannekes, ga allemaal maar zitten en zitten klaar met de kasteel, want je mocht nog meer lawaai dan 4000 kikkers op een mesttoep. Behalve Gaverkammer, want ga zitten kikkers onder kop, hè, jongen. Vandaag gaan we het hebben over... pesten. Wat is nu de nieuwe vorm van pesten, Van Nesten? Cyberpesten, meneer. Cyberpesten, heel goed, Van Nesten. We zijn maar al zo stoem als verkan, meneer. Van het weekend ben ik op het volgende gestoten. Dat ben ik toch eens laten zien. Voilà. We zitten hier op de Facebookpagina van Remco Verkamme. Lees eens wat er op de Facebookpagina geschreven is. Wordt het geen tijd dat je je haar nog eens wast, Remco, of hebben ze het water afgesloten? Is het ver te lachen, Peters? Ik moet het dan aanvragen, want ga je dit roepje schrijven? Nee, meneer. Nee, meneer, voor wij is het niet ver te lachen? Omdat pesten slecht is. Nee, Peters, je moet eens goed zien. Word staat hier geschreven met een D, terwijl dat het met DT moet geschreven worden. En sinds wanneer schrijven we geen hoofdletters meer? Als straf, Peters, ga dan uit correct 100 keren op de Facebookpagina van Verkamme zitten. Maar meneer... Verkamme, ik heb niks gevraagd. Inderdaad, was toe waar, jong. Je kunt er wat voor de bevreten in bakken. Hoe moet je het dan wel doen? En ik zal als voorbeeld mijn eigen Facebookpagina tonen. Voilà. Oh man. Peter, mijn Facebookpagina geprutst. 100 euro. Wat? 100 euro en ik haal uw vergunning eraf. En ik zet uw normale foto's terug.